Hallo allemaal, het is weer tijd voor een tekenvideo. Dat is lang geleden. Ik ben nog niet zo ervaren in digitaal tekenen, ook al heb ik een nieuwe tablet. Heb ik er nog niet zo heel veel mee gedaan, eerlijk gezegd. Dus ik dacht, ik ga in een video oefenen met digitaal tekenen. En hiervoor ga ik op selfies van mezelf tekenen. Ik ga onder andere de Toon Me Challenge doen. Dat was een tijdje geleden trending. En met een tijdje geleden bedoel ik echt wel een jaar of zo. Misschien twee. Ik weet het niet. Maar het idee is dat je op een foto van jezelf de helft van je gezicht in je eigen tekenstijl tekent. Ja. Dus dat leek me leuk om te doen, om te oefenen. En dan heb ik ook nog een selfie met mijn Among Us vleermuisvleugeltjes. En ik ben van plan om er dan Among Us spookjes bij te doen en wat bloed op mijn gezicht of zo. Zodat het een Among Us thema selfie slash tekening wordt. Dus ik ga nu beginnen met tekenen. Ik heb hier mijn Wacom Cintiq voor mijn neus. Deze hebben jullie misschien al gezien in een andere video waarin ik hem had unboxed. Fun fact, na die video heeft Wacom me gratis een hoodie en een hele grote reistas opgestuurd. Dus dankjewel Wacom. En het tekenprogramma die ik gebruik om in te tekenen heet Krita. Ik vind het een heel fijn programma. Het is ook gratis te downloaden. En het kan eigenlijk net zoveel als Photoshop volgens mij. Je kan er zelfs in animeren trouwens. Mensen vragen vaak, wat voor app gebruik je? Ik gebruik geen app. Ik gebruik een programma. Ik werk op een computer. Anyways, laten we gaan beginnen. Ik ga naar mijn tekenprogramma. Dus ik zit hier in Krita en ik heb hier al mijn foto openstaan. Tadaa. Mooi glad huidje zoals je kan zien door de Instagram filter. Ik heb hier het toetje die voor mijn neus loopt. Dus ik heb al een nieuwe laag aangemaakt hier. Het is dus de bedoeling dat ik mijn gezicht door de helft ga doen. Dus dat het zoiets is. En dat deze kant dan cartoon is. Laten we eerst een schetslaag doen. Ik moet even schetsen. Ik ga eventjes mijn hoofd in schets brengen. Ik heb die cirkel hier zo. Let's go. Klopt dat een beetje? Ik denk het. Ogen zitten hier. Oh, ik moet even de helft hebben. Zoiets. Daar zit de onderkant van mijn neus. Oké, laten we zeggen. We maken hier de scheiding. En gaan zo. Verder. En nu? Dit bedoel ik dus dat ik moet oefenen met digitaal tekenen, want ik weet niet wat ik doe. Wacht, ik doe er even een laag bij. Ik ga eventjes mijn hoofd selecteren. Yeah! Dus nu hebben we het deel geselecteerd waar ik op ga tekenen. En nu moet ik ook echt gaan tekenen. Ik zou ook gewoon over mezelf heen kunnen tekenen. En dan gewoon de helft van mijn hoofd uitwissen. Dat is makkelijker, denk ik. We halen dit weg en we halen de selectie weg. Waarom maak ik het zo moeilijk voor mezelf? Ik ga deze minder dekkend maken. En ik maak er eventjes een achtergrond bij die geen blokjes is. Oké, schetstijd. Yay! Ja, maar dit is overtrekken. Ik wil het ook weer niet overtrekken. Ja. Zo ga ik het doen. Zonder de foto. Wacht, waar zitten mijn ogen? Oké. Nu mag je weg. Ik weet wat ik aan het doen ben. Oké, dus nu ga ik gewoon tekenen op mijn normale manier. Zo zien mijn lippen er niet uit. Ik wist niet dat ik zo'n grote bovenlip had. Ik heb toch een grotere onderlip dan een bovenlip. Zit ik een beetje op de goede track? Nee, oog is wel heel groot. En die wenkie zit wel heel hoog. Dat is lastiger dan ik dacht. Want ik wil het wel realistisch maken. Maar ik wil ook wel een beetje mijn eigen stijl doen. Het moet wel een beetje blenden met de foto. Anders gaat het er heel raar uitzien. Het wordt echt gewoon een en al trace art. Oeh, ik heb mijn neus bijna goed. Zie je dat? Hier is mijn haarlijn. Yup, trace art. Ja, maar dat haalt de fun er een beetje in weg. Ik kan nog lom hebben met inkleuren straks. Yeah. Woep. Oké, no more cheating. Waar eindigt mijn nek? Dat is ook wel handig om te weten. Inkleurtijd. Ga ik inkleuren? Ik weet niet wat ik verder moet doen. Ik geef mezelf wel mooie wimpers. Het oog klopt niet helemaal. Maar weet je wat? Dat vind ik oké. Nee, dat vind ik niet oké. Ik irriteer me eraan. Ga je verschuiven? Ja, dit vind ik goed. Oké, nu moet ik eventjes een soort verf zoeken. Er is heel veel verf hier. Nou, ik wil mezelf geen andere kleur geven of zo. Dus, oep, dit moet hem zijn. Wee! Ik weet niet of ik dit wel leuk vind. Want hij dekt niet. En de gum grumt ook niet alles. Dit is zo technisch. Ik ben zo erg gewend dat ik gewoon dingen op een papier kan gooien. Maar hier ben ik in controle over alles. En nu? Oké, ik doe de schets bovenop. Dit werkt. Normaal ben ik gewend om de schets natuurlijk als eerste te doen. Dus ik werk op mijn schets. Maar nu zet ik mijn schets op mijn verf. Dat voelt raar. Ik had wel een beetje de verkeerde kleur. Ik begin met de basic kleuren. Onder donkere kleur. Met waterverf voelt het zo natuurlijk aan om gewoon met deze kleur wat donkerder te gaan. Of met deze kleur. En dan pak ik iets meer rood en dan pak ik iets meer blauw. Nu kan ik mijn kwast niet meer in verf dippen. Maar ik ga even verder met inkleuren. We gaan eventjes speeden. Ik ga in de video snel.
Ik heb nu de kleuren en wat shading en het ziet er best goed uit. Laten we eerlijk zijn. Damn. Wacht. Oh. Ik heb de kleuren gepakt van toen ze vervaagd waren. En die ziet mijn tekening er heel vaag uit. Oh. Ja, dat is stom. Ja, ik was dus van plan om nu line art te gaan doen. Want kijk, dit is zonder line art. Het ziet er niet uit. Dit is matte. Maar ik ga de kleuren fixen. Er zijn geen filters om dit mee te fixen, zeker. Ja, ik ga gewoon helemaal weer opnieuw. Oké, dus ik heb eindelijk alle kleuren goed en het ziet er echt professioneel uit. What? Kijk even hoe realistisch deze kleuren zijn. Het ziet er een beetje raar uit, maar ik ben alsnog best wel trots op mezelf. Kijk dan. Kijk, dat is toch cool? Oké, maar ik ga dus nu line art erop maken. Ik wil niet met zwart, maar wel met een donkerbruine line art doen. Dus ik pak deze, denk ik. Nieuwe laag. Zo, nice. Wacht, kan ik zo'n mooi krijt dingetje, penseeltje-achtig ding gebruiken? Zoiets. Kleiner dan wel. Nee, ik vind het niet zo mooi. Oké, nu moet ik gummen. Ik moet wel een duidelijke lijn zien te maken. Wacht, die ga ik gewoon apart doen. Hier is mijn guide. Oké, dus nu moet ik alles aan de andere kant van de lijn gaan uitgummen. Het is alsof ik foundation weghaal. Wee. Ik heb een heel deel gemist hier. Wauw, je ziet bijna geen verschil. Dat haalt een beetje het hele punt weg van de challenge. Wacht, laat ik de achtergrond eventjes één kleur maken. Dat is denk ik wel leuk. Oké. Dat ziet er ook goed uit. Oké, nu zie je wel beter verschil. Ja, de huid ziet er echt gewoon te goed uit. Maar het is wel mooi gelukt. Ik ga een hartje bijzetten in het paars. Cute! Oké, save. Voordat ik hem kwijt ben. Yes! Hij is zo goed gelukt. Meer hartjes. Meer hartjes. Oh, magnifiek. Oké, dat is één. En dan nu naar de andere. En die ga ik eventjes downloaden. Dit is hem dan. De foto. Met mijn vleugeltjes uit mijn andere video. Dus ik ben van plan om er spookjes omheen te tekenen. En ik ga de achtergrond ook nog wat donkerder maken, denk ik. Laat ik daarmee beginnen. Ik maak eerst een nieuwe laag. En nu ga ik de achtergrond selecteren. Zo. Nu wil ik de achtergrond een beetje rood maken. Donkerrood. Yeah. En dan wel zo. En het donkerste onderin. Oké, dit ga ik eventjes uitsmudgen. Ja, dit is wel mooi. Dan is het nu tijd om de spookjes te gaan tekenen. Hiervoor ga ik eventjes van de camera af.
Oké, oeh, dat was best wel een werkje. Ik heb alle spookjes gemaakt. Ik heb ze ook allemaal de hoedjes kleurcombinatie gegeven van mensen waar ik Among Us mee heb gespeeld. Dus mocht je er mensen in herkennen, laat het me weten in de comments. En wie weet raad je ze allemaal wel. Oké, er zijn nog een aantal dingen dat ik hieraan wil veranderen. En dat is ten eerste dat de spookjes doorzichtig moeten zijn. Dus ik ga ze wat minder laten dekken. Yes! Perfect! En er mist nog bloed. Want ik ben hier wel de killer. Omdat ik zo verschrikkelijk onschuldig kijk. Zo. Oeh. Ik word op mijn wang hier. Gewoon bloed splatter zo. Een beetje shaden. Het ziet er echt bloeddorstig uit. Oh, I love it. Ja. Ik lijk ook ineens een hele goede imposter. Wat ik niet echt ben, maar... nu lijkt het wel zo. Save. Oh, ik had hem nog niet gesaved. Ik ben heel tevreden over deze tekeningen. Allereerst hebben we de Toon Me Challenge. Die is heel goed gelukt, vind ik. Ik heb heel goed kunnen oefenen met skin tone en met het blenden. Met het tekenen van haar, dat is blijkbaar ook best wel een dingetje. Het is niet perfect geworden, mijn gekleurde pluk, maar ik ben er wel tevreden over. Ik had misschien iets meer bij mijn oog mogen shaden. Zie ik nu pas. Maar zeker weten Instagram worthy. En dan hebben we natuurlijk ook de Among Us tekening. Gewoon, ik hou van deze tekening. Het lijkt alsof het een filter is. Ik heb het toch echt zelf getekend. En ik ben heel erg benieuwd of jullie alle spookjes kunnen benoemen die ik heb getekend. Deze ga ik waarschijnlijk ook op mijn Instagram plaatsen. Ik vind ze allebei echt zo cool geworden. Dat was het dan weer voor deze video. Vond je het leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Volg me op mijn social media, vooral Instagram, want daar ga ik deze op posten. En op mijn art account op Instagram, daar ga ik ze waarschijnlijk ook op posten. Check mijn merchandise en mijn tie-dye sets. Alle linkjes staan in de beschrijving. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!